in de recente aflevering, Vita Live aflevering 26, wordt de aanval op mij geopend, waarbij ik beschuldigd word van een aantal dingen. En laten we eens even kijken hoe dat in zijn werk is gegaan. Ik vind het soevereine stukje, dat wil ik, dat hebben we dat ook nog even, dat wil ik ook wel even benoemen. We zijn daar bij die meeting geweest. Bij de ontmoetingsavond. Ja, iedereen kan filmpjes zien. Dat ging over de VN gebeuren en zo. En ja. Met Karel. Nou ja, ik heb dus zelf, ik zelf, heb een conflict gehad met Karel. Dat hij mij dingen beschuldigde, weet ik veel. Ik zal ook wel van alles bij horen en weet ik veel wat. Maar dat is in mijn belevenis zijn paranoia. En, Nou, dat zijn behoorlijke beschuldigingen. En ik vind dat ik dan ook het recht heb om deze beschuldigingen publiek te verleggen. Aangezien Michel deze beschuldigingen publiek doet. Wat is dus geschiedenis met Michel en Bea? Dan moet ik even teruggaan tot de dag dat zij gearresteerd werd onder een valse opgave van de gerechtsdeurwaarde van Gijzeling. En ons bereikte dus het bericht dat Bea was gearresteerd. En toen heb ik besloten om de volgende dag naar Bea's huis toe te rijden als ondersteuningsteam. Om ervoor te zorgen dat de gerechtsdeurwaarde niet van de gelegenheid gebruik zou maken om haar huis leeg te roven. En Michel had de sleutel van haar huis. Hij was in zijn eigen kamer in Soest. Omdat hij de sleutel had, was hij dezelfde avond daar al naartoe gegaan. Zodat ik er ook heen kon en ergens kon overnachten. Daar aangekomen hoorde ik van Michel dat Bea en Michel uit elkaar waren gegaan. En dat hij niet goed wist wat hij moest doen of hij nou moest blijven. Of niet moest blijven. Ik heb hem toen gezegd dat hij het beste kon blijven. Dat als Bea dan op een gegeven moment vrijgelaten zou worden. En te kennen gegeven dat zijn aanwezigheid daar niet gewenst was. Dan kon hij altijd nog gaan. Dan heeft hij in ieder geval geprobeerd om haar zo goed mogelijk te helpen. En dat hebben we dus gedaan. Twee hele leuke dagen met elkaar doorgebracht. Goed, Bea was weer vrij, dus ik ben de dag ook weer vertrokken. Mijn werk was daar klaar. Een paar weken later kom ik weer bij Bea. Ik was net een week eerder uit mijn huis gezet. En ik weet dat op de laatste twee dagen, dan komt er nog een hele hoop dingen op je af. Waar het heel fijn is als je daar hulp bij hebt. Dus daarvoor was ik twee dagen eerder af was gekomen. En s'avonds zaten we in de woonkamer en ik besprak mijn bevindingen die ik had over de OPPT. En ik vertelde hun eigenlijk hetzelfde verhaal als wat ik in de video over Luca van Dinter heb uitgelegd. Dat de OPPT, die contracten, dat het een slavencontract was. En dat ik daar de komende ontmoetingsdag graag aandacht voor wilde, zodat ik andere soevereine mensen daarvoor kon waarschuwen. Goed, de volgende dag toen zei ik tegen Bea, joh, Bea geeft mij nog eens alle juridische documenten die betrekking hebben op de ontruiming. Daar wil ik gewoon nog even naar kijken, want wie weet staat er iets in waar we wat mee kunnen. Nou, zodoende kwam ik er dus achter dat het ontruimingsbevel was getekend door een notaris en ik vond het wel erg verdacht. En toen ging ik daar verder in kijken en er werd zijdelings vermeld dat het huiswerk was verkocht door wat later bleek een tussenhandelaar te zijn aan een Belgisch adviesbureau. Nou, ik vond het heel erg verdacht, want wat moet een Belgisch adviesbureau, wat moet dat nou met een woning in Uden? Ik denk, kom, laat ik dat eens uitzoeken. Dus ik heb dat aan Bea verteld. Ja, zij zat achter de computer, dus ik had haar gevraagd, kan je naar de Belgische Kamer van Koophandel wat uitzoeken over dat bedrijf. En op de website van de Belgische Kamer van Koophandel konden we dus de statuten downloaden van wat naar later bleek een transitie van bedrijfseigenaar te zijn. Het bedrijf
is in 1986 begonnen als belastingadviesbureau. En in 2006 is daar een tweede aandeelhouder bijgekomen en die heeft ervoor meer dan 3 miljoen euro ingestort. Nou, en uit die statuten bleek dus ook dat vanaf dat moment er in de bedrijfsomschrijving ook het woord vastgoedmanagement in voorkwam. Doordat die tweede aandeelhouder daar 3 miljoen euro in had gestort, is die voor meer dan 99% eigenaar geworden van het bedrijf, want het bedrijf zelf had maar 18.000 euro in kas. Toen wilde ik gaan uitzoeken wie is dan dat bedrijf dat mede-eigenaar is geworden. En uit dezelfde statuten bleek dat dat bedrijf viel onder Nederlands recht. Het was wel geregistreerd bij de Belgische Kamer voor Koophandel, maar het viel onder Nederlands recht. En dat, ik weet toevallig veel van bedrijven af. Dat betekent dat het bedrijf in Nederland is opgericht, bij de Nederlandse Kamer van Koophandel ingeschreven staat. Als het al een inschrijving heeft bij de Belgische Kamer van Koophandel, dan is dat een referentie naar de Nederlandse Kamer van Koophandel. Toen heb ik BA aangeboden van, joh, zullen we eens even bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven gaan kijken wie daar achter zit, het bedrijf. Dus BA en ik die reden in de auto naar de Eindhovense Kamer van Koophandel. En tijdens die rit, dat duurde ongeveer een half uur, drie kwartier, waren we in gesprek. En op een gegeven moment zegt Bea tegen mij, ik denk dat Michel een mol is. Nou, ik was geschokt, want ik zag Michel als een heel goede vriend van mij. En ik vroeg Bea om meer informatie. En zij legde uit dat Michel eigenlijk alles wat zij probeert te bewerkstelligen saboteert. Dat doet hij op zijn temperamentvolle manier. En hij wijt dat volgens BA aan zijn Italiaanse temperament. Maar ze zei dat het een heel groot probleem voor haar was. En dat dat de reden was waarom ze 2 weken eerder uit elkaar waren gegaan. Nou, ik had inderdaad gemerkt dat er wat rare dingen aan de hand waren de afgelopen dagen. Bijvoorbeeld, ze probeerde mensen te bellen die ze eerder had gebeld. En het telefoonnummer bleek veranderd te zijn in een niet bestaand telefoon. Ja, Bea die vroeg mij om een second opinion. Hoe ik dat zag. Ja, en toen heb ik wat gepraat over Michel's achtergrond. En een van de opmerkelijke dingen die Bea vertelde is dat toen ze Michel leerde kennen, dat hij toen zei dat hij net uit de WZP was. Dat staat voor wetssanering, natuurlijke personen. En dat is de wet, zeg maar, waar de slachtoffers van dit financiële piramidespel nog voor een laatste cent worden uitgeperst. Ze zei dat toen hij uit de WZP ontslagen was, dat hij toen beschikking had over een bedrag van 5.000 euro. En hij zou dat verklaard hebben als dat hij dat tijdens het WZP-bewind gespaard had. Dat hij al zijn schulden had afgelost en dat hij dat meekreeg omdat hij dat zeg maar te veel gespaard had. Nou, dat vond ik vreemd. Maar goed, we hadden dus die uittreksels van de Eindhovense Kamer van Koophandel op. En daaruit bleek dat het Belgische bedrijf voor meer dan 99% in handen is van een Nederlands vastgoedbedrijf. Wat ook weer onder een holding valt. En die holding heeft 1 directeur en 1 aandeelhouder. En dat is dezelfde Nederlander. Nou, dat was hele interessante informatie. Toen we terugkwamen bij ons huis, heb ik voorzichtig Michel wat gepolst over hoe die bepaalde dingen zijn. Wat ons eerste opviel is dat Michel roept wel veel. Maar als je dan vervolgens doorvraagt van, nou, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat Michel in veel gevallen zijn levenswijze niet intellectueel genoeg, of niet intellectueel kan onderbouwen. Nou, als je vraagt van hoe denk jij dat dit en dat zit, of wat vind jij daarvan, zijn favoriete
antwoord is dan, het is toch allemaal poep. Vervolgens vertelde hij mij dat hij zich een soort van binnengewurmd heeft bij de SOPN. En dat deed hij door ongevraagd bij bestuursvergaderingen te gaan zitten. En daar was hij echt trots op. Hij zei van nou, de SOPN zegt te staan voor openheid. Dus ik had zoiets van, oké, openheid, ik ga er gewoon bij zitten. Op zich vond ik dat wel allemaal vreemd, maar al die dingen op zich zeg je natuurlijk niet genoeg. S'avonds waren we in een soort van jubelstemming, want we kwamen er ook achter dat een dergelijke constructie om iemand uit zijn huis te zetten via een bedrijf in België, terwijl de koper feitelijk een Nederlandse eigenaar is en dus onder de Nederlandse grondwet valt, dat het ondermijnen is van de Nederlandse grondwet. En volgens het wetboek van strafvordering is dat bestrafbaar met een gevangenisstraf van categorie 5, levenslang. Dus we waren bezig te proberen op het laatste moment nog aangifte te doen bij de politie. Dat wilden ze niet, ze wilden niet de aangifte in ontvangst nemen. En ze zeiden van dat we maar moesten bespreken met de politieagenten die dan de volgende dag bij de ontruiming aanwezig zouden zijn. Toen hebben we nog geprobeerd op het laatste moment, en dan hebben we het over 11 uur 's avonds, contact te krijgen met de media. En hun te vertellen wat er aan de hand is en te vragen of ze daar verslag van zouden willen doen. Maar ja, er is niks meer open s'avonds om 11 uur, dus dat beperkte zich tot qua mogelijkheden, tot wat mailtjes versturen en het bellen van vrienden om te vragen of die ook misschien directe contact hadden bij de media. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Toen hebben we onze strategie besproken. We hadden zwart op wit, op papier, bewijs dat er een ernstige misdaad gepleegd werd. Het enige wat wij hoefden te doen om bij ons huis te redden, is te praten met de politieagenten en het bewijsmateriaal van die misdaad te overhandigen, zodat zij de gerechtsdeurwaarde konden arresteren. En dus nadrukkelijk gesproken over dat we niets zouden doen om de politieagenten te provoceren, want dat waren de mensen die we te vriend moesten houden. Nou, het is een hele late nacht geworden. Ik geloof dat ik om 3:00 of 4:00 pas ging slapen. Met een paar uur slaap ben ik extra vroeg opgestaan, want ja, ik weet dat dingen soms onverwacht zouden gaan. Dus ik was een van de eerste mensen op. Toen om 7:00 stond opeens de politie voor de deur. Dat was onverwachts voor ons, want in het ontruimingsvonnis stond dat ze vanaf 8:00 zouden kunnen komen. En de helft van de mensen die lag nog te slapen. Maar Michel die had de politie al zien aankomen, die rende als eerste naar buiten. Ik heb toen mijn spullen in de tas gedaan, telefoon gepakt om een videoopname te maken, die dus ook op mijn YouTube-kanaal staat. En dus ik liep een paar minuten later dan Michel, liep ik ook naar buiten. En toen ik begon te filmen, trof ik hem dus buiten. Wat mij opviel is de enorme spanning die toen al bij de politieagenten lag. Die spanning was gewoon werkelijk om te snijden. Michel die deed ook geen moeite om vriendelijk te zijn tegen die politieagenten. Laat ik het dan zomaar zeggen. Hij liep ze te sarren, te provoceren, beledigende opmerkingen te maken. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd van, doe nou eens even wat rustig. Hè? En we kunnen ook gewoon normaal praten met deze mensen. Nou ja, hoe de ontruiming toen verlopen is, dat kan iedereen nakijken in een andere video. In een paar dagen daarna heb ik die video nog vele malen gekeken. En heb ik vooral gekeken naar het gedrag van Michel. En toen begon me dus echt op te vallen van het temperament waarmee hij zijn provocerende gedrag verklaart. Hij doet werkelijk helemaal niks om dat in te houden. En toen hij voor de deur stond en dat de politie zegt, je moet nu wegwezen, anders ga ik je arresteren. Toen liep hij als een lap, een maklammetje weg. En toen begin ik ook te zien van, ja, als,
als hij zijn temperament in wil houden, dan kan hij het wel. Dus die ochtend, voordat alle andere mensen naar buiten toe kwamen, bleek duidelijk op mijn video, heeft hij die politieagenten lopen sarren. Die waren zo boos dat op het moment dat Bea en Johan Peter naar buiten toe kwamen, waren die totaal over te koop, wilden helemaal niet meer luisteren naar wat Michel te zeggen had, wat Johan Peter te zeggen had. En dat liep uit op het bekende drama. Nou, toen ben ik gaan zoeken naar informatie over de WSMP. En kijk je naar de Faillissement Mensenwet, 8e afdeling, termijn en beëindiging van de toepassing van de schuldsanering. En de WSMP is dus een schuldsanering. En als je in de WSMP komt, dan krijg je een bewindvoerder aangewezen door de rechter. En vanaf dat moment moet je doen wat die bewindvoerder zegt. Je krijgt een postblokkade en de bewindvoerder kan bijvoorbeeld zeggen, we gaan je auto verkopen, we gaan je tv verkopen. Je gaat verhuizen naar een kleinere woning, zodat je lagere huurkosten hebt. En je gaat daar solliciteren. En als je dat niet doet, of je geeft een grote mond terug, dan gaat de bewindvoerder naar de rechter en dan zet de rechter je uit de WSMP. In artikel 350 lid 1 staat, de rechtbank kan de toepassing van de schuldsanering beëindigen op voordracht van de rechtercommissaris of op verzoek van de bewindvoerder van de schuldenaar, dan wel van een of meer schuldeisers. Zij kan ook zulks ambtshalve doen. In artikel 350 lid 3 staat, een beëindiging bedoeld in het eerste lid geschiet indien, en bij A staat, de vorderingen ten aanzien waarvan de schuldsanering werkt, zijn voldaan. Dus als mensen komen in de schuldsanering terecht, in de WSMP, op het moment dat ze zulke grote schulden hebben, dat ze die schulden niet meer af kunnen betalen. En het verhaal is dan dat je dan 3 jaar lang onder curatele staat, op een houtje bijt, rond moet komen van een bedrag tussen de 20 en 50 euro per week. Ondertussen werk je dan blijf je ook op zoek naar nieuw werk wat beter betaalt. En alles boven het sociaal minimum min 10% wordt op een derde rekening van het schuldsaneringsbureau gestort. En op het moment dat je dan zoveel geld gespaard hebt als dat je schulden zijn, dan wordt de WSMP opgeheven. Of als na 3 jaar je schulden nog niet zijn afbetaald, dan kan de schuldeiser nog een verlenging aanvragen van 2 jaar. Maar goed, het verhaal van Michel is dus dat hij gewerkt heeft als onderhoudsschilder. Hij heeft zijn WSMP-tijd meer geld gespaard dan dat ze schulden waren. En toen de WSMP werd opgeheven, toen kreeg hij het teveel gespaarde, zeg maar, kreeg hij mee als cadeautje. En dat heeft hij dan ook weer heel snel doorheen gepast. Bea's woorden. Toen ik dus ging uitzoeken hoe dit kan, er staat hier letterlijk dat als het gespaarde bedrag, of laat ik het anders zeggen, de schuld, het saldo van de schuld 0 euro blijft, omdat je in de voorgaande periode gewerkt hebt en de schulden hebt afgelost, dan wordt de WSMP beëindigd. Dus het verhaal dat hij in de WSMP heeft gezeten en 5000 euro over heeft gehouden, dat kan onmogelijk waar zijn. Ja, daar stond ik wel even van te kijken. Ik heb toen Bea gebeld en ik heb een afspraak met haar gemaakt om even langs te komen. Ik ben toen apart gaan wandelen met Bea, we hebben tijd in het park zitten praten en daar heb ik mijn bevindingen en conclusies verteld. Zij vroeg mij om een second opinion. Ik heb de informatie die zij mij verteld heeft geverifieerd. Ik ben ook nog verder gaan zoeken. En uit alles wat ik tegenkwam, blijkt dat Michel een dubieuze achtergrond heeft. En dat de dingen die hij zegt niet kloppen. Dus ik kwam daarmee tot de conclusie van, ofwel hij heeft een grote bek gegeven tijdens de schuldsanering, ofwel hij heeft er misschien niet eens ingezeten en in het geval van faillissement terechtgekomen.
Maar ik denk dat Michel een aanbod is gedaan door het AIVD. Tegen kwijting van zijn schulden of het terugverdienen van zijn schulden. Omdat hij nog een bonus heeft gekregen van 5000 euro. Want die 5000 euro zijn gewoon niet te verklaren. En de reden die hij opgeeft waar dat zou rechtvaardigen, is aantoonbaar onjuist. Hè? Nou, dus ik heb daar met Bea zitten praten. Bea die kwam eigenlijk ook tot de conclusie. Die was eigenlijk al tot de conclusie gekomen dat Michel een infiltrant is. En dat met de schuldsanering, de SOPN, zijn gedrag daar, het veranderen van de telefoonnummers, de dag van de ontruiming, voordat iedereen buiten was, de minachting en het zieken van de politieagenten. Wat Bea ook opviel, is dat Michel niet echt haast maakte met het verhuizen van de spullen. Hij zei dat hij duidelijk onder tijdsdruk stond, maar hij liep best rustig. En Michel pakte voornamelijk zijn eigen spullen in. Het eerste wat hij deed, nog voordat de politieagenten daar goed en wel binnen waren, was de livestream afbreken. En daardoor konden wij ook niet horen wat er zich vanaf dat moment binnen in het huis afgespeeld had. Dat vond Bea erg verdacht. Bea benadrukte nog even dat ze heel blij was dat ze nu een vertrouwenspersoon had. En dat geeft dus aan dat dat gesprek vertrouwelijk was. Al mijn gesprekken die ik met mensen heb, mijn vrienden, zijn vertrouwelijk. En de manier waarop Michel hier nu naar buiten komt, terwijl Bea ernaast zit, dwingt mij nu ook gewoon om openheid van zaken te geven. Vervolgens hebben we gepraat over van wat moet u hier nou mee doen. Bea gaf aan dat zij niet goed wist hoe ze hiermee om moet gaan, omdat ze een relatie heeft met Michel. En ik heb haar geadviseerd om een paar dagen naar Uden te gaan, naar haar moeder. Dan kon ze daar ook rustig werken aan de video die ze over de ontruiming op internet zou gaan zetten. Daarna heb ik haar nog verteld over mijn vorderingen met het verzamelen van bewijs over de OPPT. En toen heb ik haar ook verteld dat ik bewijs had van de betrokkenheid van Luca bij de Verenigde Naties. Ik zou de komende ontmoetingsdag aan de orde gaan stellen. De reden daarvoor is omdat ik eerder dit jaar tijdens een andere ontmoetingsdag wilde ik de OPPT ook bespreken met alle andere soevereine mensen. En ik had Luca al verschillende e-mails gestuurd met het bewijs dat de OPPT oplichting is, dat je daar een staatsburgerschap mee afsluit. Luca had mij toen het woord ontnomen en daar gaan we ook even naar kijken. Ja, dan gaan we. Ja, ik heb daar een hele andere mening over. Oh. Karel maakt kenbaar dat hij over de OPT een andere vraag heeft. Karel, wat mij betreft, mag je even blijven zitten. In die zin dat je heel dicht bij Bram zit. En dat ik voorstel dat jullie twee even met elkaar van gedachten wisselen en dat na afloop. Want als we de discussie hier voor de microfoon gaan voeren, dan vrees ik dat we het maandag zien worden. Kijk, Luther pretendeert hier alsof ik een beginnersvraag heb over de OPPT. Maar dat is helemaal niet het geval. Ik kwam daar om ernstige misstanden binnen de OPPT aan de kaart te stellen. Mensen te waarschuwen voor het gevaar van de OPPT. Luca wist dat, want dat had ik hem aangekondigd. Zo van, ja, ik wil daar toch graag mijn mening over geven. Want ik denk dat de mensen die met de OPPT bezig zijn, dat die iets over het hoofd zien. Nou, Luca die wist dus dat ik daarvoor zou komen. Die wist wat mijn vraag was. Hè? En hij pretendeert hier naar de rest van de zaal toe, alsof het een beginnersvraag is. Dat was helemaal niet zo. Nou, later die dag zijn we nog bij een vriend van Bea langs geweest. Michel is daar later ook gekomen. We hadden afgesproken van
We gaan blijven gewoon op een normale manier met Michel omgaan. Het is geen reden om overhaaste dingen of conclusies te trekken. En die avond heb ik ook het filmmateriaal van Michel gezien. En daaruit blijkt dat in de minuten voordat ik buiten was, heeft die politieagenten nog veel meer lopen fokken en treiteren en minachten. Hè? En toen werd het wel heel erg duidelijk. Toen heb ik ook nog tegen Bea gezegd, je moet zorgen dat het filmmateriaal allemaal online komt. Want hier worden andere gesprekken weergegeven die ik niet gefilmd heb. En dat is heel belangrijk. Dus goed, ik ben die avond weer teruggegaan. Vervolgens heb ik die week nog een paar keer gebeld. De telefoon stond uit, ik heb het ingesproken. Ik denk van, nou goed, die zit goed in Ude, die is aan het nadenken over wat ze wil. Ze belde mij niet terug, ik heb er verder niks achter gezocht. En die bewuste zondag ging ik naar de ontmoetingsdag van de soevereine mens, waar ik Luca zou aanspreken op de Open PT en zijn betrokkenheid bij de Verenigde Naties, waar hij zelf van heeft toegegeven dat hij daar een bestuursfunctie heeft. En dus niet dat ik dat zeg, maar dat is wat hij zelf gezegd heeft. Ik zal zo die video nog even afspelen. En wat dus al opvalt is dat op het moment dat ik de pagina over fascisme omhoog houd, op dat moment begint Michel er al doorheen te schreeuwen om mij af te leiden en mij het spreken onmogelijk te maken. En dat is ook een van de redenen waarom ik, ja, ik had eigenlijk nog veel meer willen vertellen. Maar door die afleiding en tegelijkertijd Luca die mij probeerde het woord te ontnemen, was dat verhaal eigenlijk een beetje korter dan wat ik wilde. En ook de reden waarom ik achteraf nog de video over Luca heb gemaakt. Laten we eens even kijken naar hoe dat ging. Ik wil even vertellen wat er hier werkelijk aan de hand is. Dit is de pagina op Wikipedia over fascisme. En ik wijs even naar dit logo. Dat is het fascis. Ja, dit is het teken van het fascisme, niet het hakenkruis. Amerika is een fascistische natie. Karel, alle fascistische bondgenoten van Amerika naties, die hebben samen de Verenigde Naties opgezet. En Luca hier, die werkt voor de Verenigde Naties. Nou, ik was not amused om van Michel door de publieke zaal een confidentieel gesprek wat ik met Bea heb gehad, om daar zo aan het publiek op aangesproken te worden, vond ik een beetje een raar gang van zaken. Maar ja, ik was met het gesprek met Luca bezig en wilde me niet met twee dingen tegelijkertijd bezig houden. Nou, na de confrontatie met Luca, toen ben ik weggegaan en bij het verlaten van de zaal kwam Michel woest op me af en die begon volgens nog een aantal aantijgingen te doen. En, die zal ik ook even laten horen. Wat OPPD betreft. Nee, Luca, je werkt voor de Verenigde Naties. Dat stond ook op de website van Stichting Emma. Je Michel heeft mij ook de vandaag moeten werken. Heb je tegen Bea? Je Bea apart genomen en over mij lopen lullen? Dat ik er ook bij zou horen. Wat is dat dan? Is het waar wat je zegt? Ja, mensen verlaten. Is het waar wat je zegt? Denk. Mensen verlaten niet. Is het waar wat je zegt? €5.000. Is het waar wat je zegt? Nou, en hier wordt gepretendeerd alsof ik achter Michel zijn rug om naar Bea ben gestapt. Dat ik daar een hoop roddel en achterklap heb verteld. Maar dat is helemaal niet waar. Bea heeft tegen mij gezegd dat Michel, dat zij dacht dat Michel een mol was. En mij om een second opinion gevraagd. Ik was de beste vrienden met Michel tot op dat moment. En, hè? Nou, na afloop van deze confrontatie ben ik teruggereden en daar is me ook nog wat overkomen.
op een gegeven moment op weg terug naar huis ben ik door een blauwe BMW van de weg afgereden, bijna. Hè, alleen door mijn eigen oplettendheid en reactievermogen heb ik een botsing kunnen vermijden. Maar ik vind het wel erg vreemd. Hè. Ik ben nog nooit van de weg afgereden en ik expose hier Luca. En vervolgens overkomt mij dat. Het is net zo vreemd dat op het moment dat ik Luca aan het exposen ben, dat Michel mij probeert het spreken onmogelijk te maken. Dus ik was behoorlijk pissig en de volgende dag heb ik Bea een sms gestuurd. En die zal ik ook even laten zien. Ik schakel daarvoor over naar mijn webcam en mijn telefoon. Maandag 30 juni om 7:45. Vervolgens schrijf ik haar, volgens mij heb je het een en ander uit te leggen. Dan schrijft zij terug, ik. Ja, schrijf ik. Ik word door Michel zwart gemaakt met halve waarheden, terwijl hij zijn informatie over onze vertrouwelijke gesprekken, waarin jij mij vroeg om een second opinion, dat hij volgens jou een mol is. Hetgeen ik geverifieerd en bevestigd heb, niet van mij heeft. Schrijft zij, jullie zijn spiegels voor elkaar. Schrijf ik, sorry, daar kan ik niets mee. Haar antwoord daarop is, ik vroeg jou om zienswijze en die heb ik aan Michel voorgelegd als lering. Dit was zijn reactie op jouw optreden. Ieder verantwoordelijk voor zijn uitspraken, lieverd. Waarop ik haar terugschrijf, daar had ik in principe geen bezwaar tegen gehad, als je me dat gevraagd had. Door de verdachtmakingen naar mij, door Michel, zag ik me vandaag gedwongen mijn kant van het verhaal naar de mailinglijst te sturen om mezelf tegen Michel te beschermen. Dat zou jij ook moeten doen, want ik heb het gevoel dat je emotioneel wordt gemanipuleerd. Lees het nog even na en doe ermee wat je wilt. Haar reactie daarop is... Respectloos om het zo rond te bezuinen, zeg iets over jou, Karel. Los het op in liefde, kun je dat niet, kun je beter zwijgen. Waarop ik haar schrijf. Ik heb het niet rondgebezuind, dat heeft Michel gedaan. Ik heb enkel gereageerd op Michel zijn publieke verdachtmakingen aan mijn adres. Dat liet me geen keus. Jij hebt onze vertrouwelijkheid geschonden zonder mij dat te vragen of mij daarvan op de hoogte te stellen. De inhoud is het punt niet. Mijn conclusies, daar sta ik 100% achter, ook naar Michel toe. Voor mij komt dit op een heel ongelukkig moment. Ik expose Luca als agent van de Verenigde Naties en tegelijkertijd doet Michel en al publiek mijn integriteit zwart te maken. Heb je ook gelezen dat ik gisteren door een BMW bijna van de weg gereden ben? Schrijft zij. Kijk, als Karel de opname terug in plaats van azijn. Jullie hebben een boodschap, maar komt die op deze manier over? Michel werd erdoor getreerd om zijn stukje op jou te projecteren. Jullie doen dit nu nog onbewust. Krijg dat onder controle, dan komt de boodschap wel over. Controle over jezelf in plaats van de ander. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk. Slaap lekker. Daarop schrijf ik. Je probeert jezelf goed te praten met zweverige filosofieën. Wrijf het slaapzand uit je ogen en hou daarmee op. Voor mij staat er te veel op het spel. Haar reactie daarop is, jij hebt geen autoriteit over mijn gedachtes en ik niet over die van jou. Probeer eens een dag niet te oordelen, zou ik zeggen. Waarop ik haar schrijf, jij hebt mij hier ongevraagd in betrokken. Ik heb een video geüpload met alle bewijsmateriaal over Luca. Staat in mijn YouTube-channel. Stuurde ik haar de volgende dag. Daarachter schreef ik, ik weet niet of je de discussie op de soevereine mailinglist volgt, maar ik heb net een mail gestuurd met als titel Mensen die nog steeds in Luca en of de OPPT geloven en is ook bedoeld voor jou. Haar reactie, nee, heb ik niet gevolgd. Mag dat? Schrijf ik terug. Tuurlijk mag dat.
Dat is het laatste contact wat ik met Bea en Michel heb gehad. Nou, vind ik het natuurlijk heel erg vervelend dat ik hier aan publiek in VitaLife aflevering 26 wordt zwart gemaakt, mijn credibiliteit onderuit gehaald en dat Michel leugens over mij loopt te vertellen, terwijl Bea daar gewoon met een gladgestreken gezicht naast zit en ernaar luistert en niks zegt. Skippen even naar een ander stukje waar ze het heeft over waarheidsvinding. Bijvoorbeeld waarheidsvinding. Nou, dat is dus punt 1. Het gaat om de waarheid. De waarheid is de hoogste trilling. Ja. Dus gaan we aan waarheidsvinding doen. Ja. En gaan we de leugens dus eruit filteren. Mm. En... Kijk, Bea, je doet helemaal niet aan waarheidsvinding. Je zit hier gewoon de wereld voor te liegen. Hè? Je zit ernaast. Al die leugens zeg je niks van. Dus kennelijk ben je het daarmee eens. Je maakt de wereld wijs, of in ieder geval je kijkers, dat de OPPT allemaal niet zo erg is. Je zegt van, nou ja, goed, dan laat ik dat stukje liggen, dan stuur ik geen courtesy notices meer. Nou, sorry meid, maar je hebt al tientallen courtesy notices verstuurd. Je bent al een contract aangegaan met de OPPT en daar kan je niet meer onderuit. Ik wil graag dat je ophoudt je leugens te verspreiden. In ieder geval over mij. Jouw eigen mening mag je allemaal zelf hebben. Maar je bent nu samen met je partner Michel bezig mijn credibiliteit door het slijk te halen om Luca te beschermen.